elke minuut dat wij langer Minecraft spelen, kunnen wij sneller hakken. Dat betekent dat in het begin het zo slow is dat je niet eens een blok kan hakken. Maar dat na een aantal minuten het zo snel gaat. En als klap op de vuurpijl hebben we ook nog een super pickaxe. Hoeveel diamonds kan je dan wel niet in een minuut vinden? Je ziet het vandaag. Ik heb diamonds. Oh my god, dit is zo snel. Kijk nou even naar deze gear. Dit is toch niet om aan te zien, mensen. Het doet gewoon pijn. In mijn hartje, iron gear, half kapot. Iron broekie, half kapot. Iron boots, half kapot. De school wordt binnenkort aangevallen. Dat hebben we bewezen met onze inbraak in de vorige aflevering. Hier een kleine throwback naar hoe dat ging. Oh, ze loopt hier. Ik zie het licht. Ze gaat weer weg. Oh. Oh. Ja, mega spannend. Maar in het kantoor van het schoolhoofd hebben we dus gevonden dat er een aanval gaat plaatsvinden op de school. En wij kunnen niet verdedigen met deze gear. Kom op. Nee, zeker niet. We hebben toch gewoon minimaal alles diamond. Maar eigenlijk moeten we nether natuurlijk hebben. Precies, maar laten we beginnen met full diamond. Want dat kan je pas upgraden met netherite. En vandaag is het een mooie dag. Want elke minuut dat wij spelen, kunnen wij sneller minen. Tot wel... Heel snel. En als wij de maximale snelheid hebben, pakken we ook nog de super pickaxe erbij. Met 1000 efficiency, 1000 blockbreaker en fortune 3. En daarmee kunnen we zelfs meerdere blokken tegelijk minen. En ik ben heel benieuwd hoeveel diamonds wij wel niet kunnen krijgen met die combi. Dit zijn echt mijn favorieten. Qua afleveringen, om gewoon lekker te minen. Precies, nou maar dit is niet zomaar minen. Dit is echt... Supersonisch, man. Snel bijna. Dus pak snel je pickaxe en volg mij. Ik neem wel wat lava mee voor het geval... Of lava. Ja, neem jij even wat lava. Dat lijkt me nou echt een topplan. Maisha die lava meeneemt in de mijn. Ik neem wat fire resistance mee voor de lava juist. Kom. We moeten daar min. Aflevering. 58. Daar kan je de meeste diamonds vinden volgens... Het internet. Het internet zegt dat zo is. En we zijn nu op 15. En we hebben daarnaast ook nog gevraagd op Instagram. @WouterVDVaart en @Maisha heten wij op Instagram. Mocht je ons willen volgen. Want daar hebben we wat vragen gesteld. Nee, wacht even. We hebben de vragen gesteld of jullie vragen aan ons willen stellen. Die wij die vragen dan kunnen beantwoorden van die jullie vragen. Oh, we ja. hebben vragen van de kijkers en die gaan we ook beantwoorden. Oh, het gaat echt. Oh, is het weer zo traag? Oh, dat is altijd het begin. Maar je weet waar het in gaat eindigen, hè? Oh, nee. Maar dit gaat echt heel traag. Dit gaat traag. Nou, werk jij aan het eerste blok. Dan ga ik eventjes een vraag stellen aan jou. Tenminste, Tijmen Koenen heeft deze vraag gesteld. Wat zijn jullie echte droomauto's? Nou, ik rijd nu al in een prachtige auto, vind ik zelf. Dat is voor mij wel, denk ik, de leukste auto die ik zou willen hebben. Dat is deze auto, de Tesla Model S. Maar ik heb ook wel een zwak voor de Audi R8. Hier zie je hem in beeld. Ja, dat is mooi. Zo, alleen hij is heel onhandig. Want er kunnen maar 2 mensen in. Je kan er geen boodschappen in kwijt. En als je iets ouder wordt, dan ga je heel logisch nadenken. Maar toen ik wat jonger was, dacht ik van... Wauw, die wil ik hebben. Ga je trouwens wel even de blok breken, jonge dame? Jeetje, ik denk dat ik nog beter een minuut lang niks kan doen dan dit. Want... Oh, ik dacht dat je dat al deed. Mijn droomauto. Nou, ik heb nu een hele kleine Fiat 500. Klein, waar je maar lekker fijn. Overal mee kan parkeren en super chill. Maar eigenlijk is een van mijn favorieten, volgens mij, dat was vroeger trouwens altijd de Audi TT. Oké, ja, die zie je hier in beeld. Dat is een beetje een kleinere versie van degene die jij heel leuk vindt. Oh, het gaat wat sneller op mijne. Oké. Is hij sneller? Ja, hij is sneller. Ja, dit is een blok gedaan. Dames en heren. Het is gebeurd. Applaus. Ja, het gaat elke minuut sneller, dus maak je geen zorgen. Straks gaan we met supersonische snelheid. Maar nu nog niet. Altijd in deze challenges. Het begin is altijd het zwaarste werk. Maar heb je nou over... Is het de RS6, zei je? Nou ja, nee, de TT. Dat blijft toch mijn toch favoriet. Oh, toch de TT. Oké. Okay. Ja. En dan gewoon de allerlaatste versie. Nou, dan weet je dat ook, Tijmen. Nou... Oh, ja. Ah, is hij goed. Komt u maar. Dit is beter. Zal ik gewoon naast jou gaan stripminen? Of naar beneden? Oh nee, we moeten nog meer naar beneden. Ja, we moeten nog naar min 58. Dus we kunnen hier naar beneden. Oh, dan gaan we weer omhoog. 58, dat is wel echt... Dat is ver. Deze kant is wel naar beneden. Oké, gaan we die kant. En hier gaat het weer omhoog. Oké, dan gaan we hier gewoon verder naar beneden.
Ja, lijkt me een hele goeie. Ik hoop dat we naar zo'n Lush Cave gaan. Dat vind ik zo cool. Ik ben ook zo benieuwd hoeveel diamonds we vandaag gaan scoren. Ik heb het gevoel dat we echt lucky zijn vandaag. Hoeveel hebben we nodig voor een vol pakje? Volgens mij, we hebben al de hoed. Die van mij is al bijna kapot. Oh. Ik kan wel een nieuwe gebruiken. Als we rond de misschien 50 in totaal? 50 totaal, oké. Ja. Nou, dat moet wel lukken. Maar we hebben natuurlijk Fortune 3 op de Super Pickaxe. Ja, als ze het tegenkomen, dan moeten we die er meteen bij pakken. Een heel klein beetje erbij pakken, ja. Oké. Dan doen we dat. Dit is een vraag van Fleur Luna 2010. En zij vraagt, wat vindt Lily heel lekker? Dit vond ik een hele goede vraag. Ja. Daar hebben we helemaal nooit over nagedacht. Nee. Wat vindt Lily lekker? Wat zou Lily eten? Want Jeb houdt overduidelijk van taartjes. Ja. En Bob van aardappelen. Natuurlijk. Misschien moeten we het eens gaan uitproberen. Wat denken jullie allemaal? Wat zou zij lekker vinden? Ja, laat het achter in de comments. Precies, laat even suggesties achter wat wij kunnen geven om te kijken of waar Lily smaak naar heeft. Zijn misschien chocoladecookies? Dat is wel lekker. Oh, kijk, het gaat wel sneller. Hey, dit is beter. Dit wordt beter, jongens. Op welk niveau zitten we nu? Ik sta op min 37. Oké, dus we komen in de buurt. Jij ongeveer nu op min... 39. En nu je het hebt over de comments, we hebben natuurlijk ook iemand voor de Hall of Fame. Wie is het? Ootje. Ootje 1 Olijfje heet ze. Dat is echt weer een superleuke aflevering. Als ik een lange dag heb gehad, is het zo fijn om jullie te kijken. Ook een dikke respect voor jullie dat jullie al zo lang afleveringen maken. Hartje naar jullie, Bob, Morrie en alle andere lieve mensen. Wat super lief. Nou, als we weer boven de grond komen, wat hopelijk wel nog gaat gebeuren, dan gaan we je sowieso eventjes op de Hall of Fame zetten. Dankjewel voor de lieve comment. Yes! Heb je diamonds? Yeah. Oh, wat ben ik blij dat ik hier in de zijkanten ben gaan. Oh, dat had ik hier echt niet verwacht. Kijk, dit zijn diamonds. Oké, ik ga gewoon met Fortune pakken. Maakt me niet uit dat we het aan het einde moeten bewaren. Oh, eentje maar? Nee. Het zijn er 10. Wat? Ik denk dat dit door de Super Pickaxe komt. Wow. Ik had niet zoveel verwacht. Kijk trouwens hoe snel je pickaxe beweegt. Niet normaal. We zijn trouwens al op 60. Ik heb hier volgens mij bedrock. Oh, nou dan moeten we... Ja, min 58 is hier dan. Zo. Oké. Dus 1 hoger. Heb je nog een leuke vraag? Natuurlijk heb ik leuke vragen, want de kijkers hebben leuke vragen. Zo is er bijvoorbeeld een vraag van Doreen Kamerman. En zij vraagt, wie is /zijn jullie favoriete bands /zangers? Oeh. Of zangeressen natuurlijk. Ja, mijn favoriete band is niet echt een hele bekende band. Nee, ik denk nu ook aan... aan iets of iemand die niet heel veel mensen zullen kennen. Wel, wie is jouw favoriet? Nou, eigenlijk is het een groep van producers. En die heette Major Lazer. Dus, ja, het is een beetje elektrische dance muziek. Denk ik dat je het beste kan benoemen, EDM. En die hebben ook al met heel veel bekende artiesten gewerkt. Zoals een Selena Gomez en vast nog wel wat andere bekende artiesten. Maar ze hebben zelf niet zo'n mega... Ja, tenminste, voor de kenners wel een hele grote naam. Maar niet per se voor iedereen. Niet zoals Justin Bieber. Niet zoals een Justin Bieber of een Ariana Grande. Maar dat is denk ik wel mijn favoriete band. Voor mij... Oh! Nu gaat het pas snel. Ja, nu beweegt ook de pickaxe niet meer. Zo. Ja, maar het gaat dus gewoon nog steeds elke minuut sneller, hè? We zijn nog niet klaar. Mijn favoriete band was Stone Sour en Avenged Sevenfold. Dat zijn ook twee redelijk onbekende bands. Maar dat is een beetje hard rock. Ja, dus mocht je het opzoeken, het kan een beetje hard door je speakers gaan. Ja, een beetje. Dan weet je dat alvast. Deze is van... Kielseed. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Hij of zij vraagt... want het is een wolf die ik hier zie. Dus. Oh. Misschien is het de wolf die het vraagt. Dat zou ook kunnen. Is het de magische wolf? Want het gaat ook over dieren. Dat is dan wel heel erg toepasselijk. Welk Minecraft-dier vinden jullie het leukste? Jeetje. We hebben natuurlijk best wel wat dieren. We hebben koeien, we hebben paarden, we hebben kippen. Rekenen we monsters mee? Het zijn niet echt dieren, hè? Nee. We hebben natuurlijk, ik vind dan, ga ik toch denken voor de konijntjes. Want ik zie dat echt ook een leuk vindt. Ja, denk het wel. Schattige konijntjes. Wie vind ik het leukste? Ook voor het eerst een andere blok is het... Eindelijk. Redstone. Ik vind, op de een of andere vind ik schildpadden best wel leuk. Schildpadden, zat ik ook nog aan te denken. Omdat ze ook die eieren leggen en zo.
Die oxalotten of zo heb je natuurlijk niet ook. Ja, maar die zijn we nog niet tegengekomen in ons survival. Oh nee, dat is waar. Een vraag van Anna V.D. En zij vraagt, hoe lang spelen jullie al Minecraft? Zo. Weet je dat? Wat is er? Wat is er? Lava? Lava? Oh jee. Oh jeetje. Oh, oké, dichtmaken. Maar ja, bij lava kan er soms wel. Oh, ja, dat bedoel ik! Dat bedoel ik! Heb je dat? Ja, ik wilde net zeggen, bij lava kan er soms wel diamond zitten. En... Ik heb ook diamond! Let's go! Let's go! Oh, dit is top. Ik ga... Oh, het zijn er meer. Ik ga even... Met de super pickaxe? Het zijn er heel veel. Oh, bij mij is er maar één. Oh, ik ben hem aan het uithakken. Ik heb er 9. Let's go! Oké, ik heb hier aan oors heb ik er 1, 2, 3, 4. Nou, dat worden er flink wat dan. Dat... ja, dames en heren. Oh, hij gaat nu nog sneller. Hupsakee, deze en deze en deze. Mamma mia. Oh, 19 in totaal. 19. Oh nee, hier liggen er. 26. Oké. Nou, dat is een mooie score. Dat is een mooie score. Ik weet nog dat mijn allereerste video die ik heb geüpload op YouTube was Minecraft. Dat was in 2013. What? In oktober. Maar toen speelde ik het al best wel een tijdje. Ja, dus dat is al 9 jaar sinds je eerste video. Ja, dat is gewoon al 9 jaar. Dus ik denk dat ik wel ook dat jaar begonnen was. Dus ik denk eigenlijk 9 jaar speel ik het al. Ik denk dat ik het net iets langer speel. Want Minecraft bestaat al 10 jaar. Ik had in 2013 ook mijn eerste video op dit kanaal geüpload. Daarvoor had ik natuurlijk ook nog andere video's gemaakt op YouTube. Maar dat is dus ook al 9 jaar geleden. Maar daarvoor speelde ik al Minecraft. En de game misschien is toch... al 10 jaar dan. Ja, want de game was een tijdje geleden bestond het 10 jaar. Ja. Maar ik speelde zelfs voordat de game officieel uit was. Toen speelde ik, dat heet dan een beta-versie. Dus eigenlijk de testversie. De testversie speelde ik ook al. Dus ik weet het niet. Het is langer dan 10 jaar, maar ik weet niet hoeveel jaar. Ik denk 10 jaar en een paar maanden. Want dat zal niet nog heel veel langer geweest zijn. Nee, dat is al wel een tijdje. Ja, dat is echt wel heel lang. Echt, hè? En ik pak er nog steeds niks van, al die jaren. Hey, het belangrijkste is dat je lekker plezier hebt. En als je dat doet, dan speel je helemaal goed. En als we het dan toch over leuke plezierdingen hebben, een vraag. Ja, het komt deze video's eerder opgenomen dan de vorige survival die jullie hebben gekeken. Want er is een vraag van Romai C. Sam. Ik weet niet of het een combinatie is van namen. Ik zie in ieder geval een hamstertje volgens mij als icoontje. En hij of zij vraagt, wanneer komt er weer een bioscoopaflevering? Hij had in ieder geval een goed onderbuikgevoel. Aangezien die video nog niet live is, terwijl deze vraag gesteld is. Maar die komen er weer aan. We hadden het natuurlijk in de vorige aflevering al verteld. Ja, op 14 mei in Alkmaar. 15 mei in Apeldoorn. 21 mei in Eindhoven. En 22 mei in Vlaardingen. Dan zullen de voorstellingen plaats gaan vinden. Let op, je kan nog geen tickets bestellen. Je hoeft View Cinema's ook nog niet te bellen of whatever. Want die zijn er gewoon nog niet. We gaan jullie nog laten weten. Het zal denk ik met een aantal weken zijn wanneer die tickets online komen. Volg natuurlijk de nieuwsbrief op onze website woutershop.nl. Maar het wordt zo vet. Het wordt weer echt een avontuur, jongens. Superleuk. Want we zijn natuurlijk nu alles aan het bouwen en we zijn al bezig met scripts. We gaan deze keer ook, kan ik dat zeggen? Nou, we gaan ook deze keer speciaal objecten in Minecraft brengen voor de film. Dus daardoor kunnen we een nog specialer verhaal gaan volgen en het gaat zo grappig worden. Want je weet gewoon als Bob en Jeb met ons mee op pad gaan en nog een aantal karakters, dan weet je gewoon dat het gekkigheid wordt. Het zal vast heel goed gaan. Dat denk ik ook. Ja. Nee, maar het wordt in ieder geval heel een grappig. Hele leuke, het wordt vooral een hele leuke lachfilm eigenlijk. Precies. Oh, en ondertussen, als we het over lachen hebben. Dit gaat heel snel. Heel snel. Ja, het is, je moet niet in die deep slate. Ik ben nu bij iets anders. Wat is dit voor spul? Oh, tuf. Die gaat echt heel snel. Die gaat heel snel?
Ik zit nog steeds in een deep state, wow, helaas. Maar ik kom echt niks tegen, joh. Nou ja, we hebben al redelijk wat diamonds, hè? Dat is waar. Maar even we gaan kijken. Jullie dus gewoon nog info geven over wanneer de kaartjes beschikbaar worden. En we gaan ook nog een trailer maken, zodat jullie gaan zien waar het verhaal over zal gaan. Maar dat komt dus over een aantal weken pas. Nogmaals, je hoeft niet ook de bioscopen te benaderen. Want er zijn nog geen kaartjes. Wij houden jullie op de hoogte. Wij houden jullie op de hoogte, inderdaad. Maar je kan al wel alvast even de datums in je agenda zetten. Als je bijvoorbeeld weet dat je naar Alkmaar wil. Of misschien juist naar Eindhoven. Of een andere locatie. Dat je die in ieder geval vrij houdt. Oké, nog even een vraag van Anna. Anna 1203 laagstreepje. En zij vraagt, wat is een plek op de wereld die je nog heel graag een keer wil bezoeken? Ik ga als eerste, want dan mag jij niet mijn antwoord gebruiken. Oké. En dat is Japan. Ik wil zo graag. En Maïsje ook trouwens. Diamonds! Ja, ik wil ook heel graag diamonds natuurlijk. Maar ik wil... Nee, ik heb nu een diamond. Oh, je hebt diamonds! Ja, maar ik heb per ongeluk, omdat het zo snel gaat, al eentje gehakt ook. Oh, je maakt er gewoon gehakt van. Het gaat zo snel nu. Wow, ik heb er wel echt heel veel. Oh, dat is top. Ik heb er 51. Wat? Jij hebt wel echt heel veel geluk met je fortune. Oh, en ik heb meer lava. Hoe kan dat nou? Jee. Ja, goede vraag. Nee, ja, wij houden zo erg van sushi. Maar sowieso van het Japanse eten. Ik hou heel erg van hoe... Ja, de Japanners maken het eten... Ja, hoe zeg je dat? Beetje klassiek? Heel puur. Oh, dus... nog meer diamonds! Nog meer! Nou, het ging echt van helemaal niks naar nu toch best wel een hoop. Absoluut. Zo, hupsakee. Oh, wow, die super pickaxe staan echt heel snel. Ik heb hier... Oh my... Probeer hem heel eventjes op een klein stukje deep slate. Mogen we die niet gewoon gebruiken? Ja, volgens mij moeten we nog één upgrade krijgen. Nog één upgrade? En ik denk dat die met een half minuutje is, dus hou hem nog eventjes buiten je hand. Okay. Ja, wow, het gaat echt snel nu. Ja, daarom. Maar er komt volgens mij nog één upgrade. En dan gaan we de super pickaxe, want dan komt er volgens mij ook een extra functie bij. Oh, hij gaat echt heel snel nu. Ja, het is echt snel. Ik zou de Malediven heel erg leuk vinden. Ja, de Malediven, dat is een lekkere luiervakantie. Volgens mij is het zo bijzonder daar. Dat je eigenlijk echt op een eiland bent met alleen maar van die houten huisjes. En lijkt me heel cool daar. Ja, dat vind ik ook wel een hele goeie. Oh jee. Wow. Nou, mijn pickaxe is ook bijna kapot. Ik hak hem nog even af. Oh, en ondertussen hak ik per ongeluk allemaal diamonds. Zonder fortune. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb er nu 39. En mijn pickaxe is kapot. Ik denk dat dat het perfecte moment is. Stop jij ook even met hakken. Oh jee, ik heb hier van die zilvervisjes. Oh, nou, kill die snel. Ja, heb ik gedaan. Neem even een diepe teug ademen. Oké. Waar moet ik me op voorbereiden? Waar je op voor moet bereiden is de super pickaxe. Nu hebben we de maximale snelheid. Ja. Ben je er klaar voor? Spanning, ja. Voor de super pickaxe. Pak hem erbij. Ik heb hem. Oké, wat gaat er gebeuren? Hij gaat sneller zijn dan ooit. Hij gaat ook een groter gebied hakken dan ooit. Start maar gewoon met hakken in 3, 2, 1. Boah, let's go. De super pickaxe. Oh, ik zit helemaal onder de lava. Oh jee, dit is levensgevaarlijk. Ik kom bij allemaal deur. Oh. Dit is niet normaal. Oh my god, dit is zoveel. Wow, dit is vet. En je moet ook gewoon sprinten. Zo snel mogelijk. Springen en sprinten. Wow. Oh, je kan gewoon snel. Je kan gewoon onder de lava door. Oh jee. Oh, dit is wel levensgevaarlijk. Oh, dit is. Zoek die diamonds. Wow, waar zijn ze? Waar zijn ze? Ik zie redstone, ik zie iron. Ik zie nog meer redstone, ik zie lava. Ik zie lapis goud. Waar zijn die diamonds? Heel veel lava! Ik heb diamonds! Oh my god, dit is zo snel. Wow. Oh jee, allemaal bedrock. Oh jee, ik moet er niet doorheen vallen. Dit is bizar. Nou, mijn hele inventory zit vol. We hebben flink wat diamonds gevonden volgens mij. Oh yes, hier zijn allemaal diamonds. Meer. Ik heb ook diamonds. Yay. Oh, dit gaat zo snel. In totaal volgens mij wel meer dan 100 diamonds. Dit was een geslaagde mining sessie. Wij zijn klaar voor het gevecht om de school te gaan verdedigen. Hopelijk zien jullie bij de volgende aflevering. Vergeet niet je woutershop.nl te checken voor deze vette merchandise. En dit. En wij zien jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan, mensen. Doei doei. Ciao.